Iedereen kijkt naar films en series. En iedereen weet wanneer een scène indrukwekkend of bijzonder is. Maar wat moet een acteur eigenlijk doen om een scène zo te spelen dat hij je als kijker bijblijft? Wat zijn zijn keuzes? En waarom is diegene acteur geworden? Samen met een gast duik ik het diepe in om deze vragen te beantwoorden. Mijn naam is Thijs Boermans en welkom bij de Spotlight. Onze gast in deze aflevering is een van Nederlands beste acteurs, Robert de Hoog. Hij is voornamelijk bekend van producties als Nova Zembla, War Horse en De Helleveeg. In 2008 wint hij een gouden kalf voor zijn debuutfilm Skin, waar hij ook nog eens een Emmy-nominatie voor heeft gekregen. Hij heeft zich recentelijk de rol van Tata eigen gemaakt in de mega-hitserie Mokro Mafia. Ik heet jullie welkom, Robert de Hoog. Lieve Robert, dankjewel dat je wil komen. Ik waardeer je tijd, want ik weet dat je het druk hebt, dus... Bedankt en ik hoop op een goed gesprek. Voor de kijkers, we gaan twee scènes bekijken. Eentje is een recentere waarvan je eigenlijk best wel bekend bent geworden. Uit Mokro Mafia, waar je Tata speelt. En één die jij zelf hebt uitgekozen. En daar ben ik best wel enthousiast naar, want ik wil graag weten wat je erover te zeggen hebt. Even een korte uitleg voor de mensen die Mokro Mafia nog niet hebben gezien. Wat ik niet helemaal begrijp. Het gaat over drie vrienden die samen zichzelf omhoog werken in het criminele circuit. Jij speelt hier de rechterhand van de paus, gespeeld door Ahmed. Jouw rol heet Tata. Het is een beetje die enige blanke guy van de hoek, zeg maar. Een soort stoïcijnse uitdrukking. En je komt over als een tikkende tijdbom, wat jou heel interessant maakt. En dan heb ik een scène uitgekozen die in mijn optiek... heel interessant is, want het weerspiegelt eigenlijk de dominantiestrijd die jij hebt. Jij wordt eigenlijk gepasseerd. Je bent van loyaal naar gepasseerd. En het telt de boog van je personage. En eigenlijk weet je niet wat er gaat gebeuren. En dat maakt deze scène heel interessant. Dus ik hoef niks meer te zeggen. Als jij niks meer te zeggen hebt, dan gaan we die scène nu bekijken. Let's go. Laten we kijken. Oké. Okay. Hey maar, zie je, dus kamper, daar heb ik nog extra erbij. Je bent gek, man. Kijk, Paul is nog hier zo, broer. Maar ik is gek. Daarom zeg ik tegen jou, broer, volgende keer, bel mij wanneer jij maar wil. Geen Paul, zie je, laat me dikke taxi. Klop. Ah, ja, moet je daar lauwen, broer. Is dit hoe we dingen doen tegenwoordig? Waarom heb je niet gezegd dat je op pad bent geweest? Ik heb je leven gered en je behandelt meer alsof ik een of andere kankhoeder ben, hoor. Chef, of je doet mee en je houdt je kankerbek. Of pak een tas, vul hem met 10 kilo. Jij gaat jouw pad, ik ga mijn pad. Kom maar, chef, kom. Vind je niet dat deze scène eigenlijk een beetje een conflict aankaart? Al die gasten zijn tot een bepaalde zekere hoogte onaantastbaar. Maar er gebeurt altijd iets waardoor dat verandert. Wat je in de echte wereld ook ziet. Alle topmannen vallen op een gegeven moment ook van hun voetstuk. En het leek mij heel interessant om te laten zien dat hoe machtig of hoe gevaarlijk je ook bent, je altijd de mensen om je heen nodig blijft hebben. En op het moment dat daar een scheurtje in komt of dat er een barst komt in dat vertrouwen, word je opeens heel kwetsbaar. Want ik maak heel veel mensen dood, maar datzelfde kan ook met mij gebeuren. En op het moment dat daar een twijfel in komt, word je kwetsbaar. En dat vond ik wel interessant om in dat karakter te laten zien. Dat hij kan wel heel cool zijn en alles doen zonder dat het hem iets doet. Ja. Maar als degene waar hij het eigenlijk allemaal voor doet, de paus, zijn vertrouwen in zijn ogen een beetje schendt, dan wankelt hij. En dat vond ik heel interessant om in te gaan bouwen. Ja. Dat karakter begint te wankelen en dat hij niet meer zo zeker is van zijn zaak. In de serie vertel je ook dat jij hem hebt geholpen uit de goot. Ja. En des te meer dat je daardoor niet kan begrijpen waarom hij jou niet betrekt in alle deals, zeg maar. Het is denk ik niet eens
de psychologie is denk ik niet eens zodanig dat er zoveel achter zit. Het is gewoon opportunisme. Ja. Zij denken van wij staan supersterk, het gaat fucking goed, we verdienen veel geld, iedereen is bang voor ons. Ja. Ze denken alleen maar vanuit hun eigen belangen, niet 10 stappen vooruit. En op het moment dat er iemand anders geïntroduceerd wordt in de serie wat we net hebben gezien, waar de pauze meer naartoe trekt op dat moment, is het gewoon op dat moment voor mij gewoon huh. Ja. Maar ik ben dus niet meer in die positie waar ik gisteren wel was. Dat begrijp ik niet. Nee. En daardoor worden ze onzeker, omdat ze gewoon weten, hij heeft zelf allemaal mensen afgemaakt voor het minste of geringste. Dus hij weet donders goed dat het bij hem ook kan gebeuren. Ja, ik denk dat daar een bepaalde angst bij komt kijken van, hey, ik ga toch nu niet, ik word er toch niet uitgewerkt of er worden dingen voor mij stilgehouden. Normaal wist ik altijd alles. Dat voelt denk ik heel onveilig, want al die gasten zijn toch de hele tijd ook aan het vrezen voor hun eigen leven. En mijn karakter is ook heel heftig. Ik moord letterlijk zonder te knipperen. Dus ik denk ook wel dat er ergens, dat mijn karakter op een gegeven moment een beetje opzij wordt gezet. Omdat ik veelste, dat zal je ook zien in seizoen 3 waar we nu mee bezig zijn. Mijn karakter gaat veel meer doordraven in een soort van gekte. Op een gegeven moment is het te gevaarlijk voor die organisatie. Want het is een heel groot bedrijf. Je bent gewoon een ongeleid projectiel wat eigenlijk gewoon een liability wordt voor de organisatie. Want deze gasten doen zaken voor miljoenen. En dan is het zwart op wit. Ja, miljoenen, 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 miljoenen. En dat is het opportunisme. Als je niet meer past in het straatje van waar de leiders bedacht hebben, daar moet je in lopen. Ja. Dan is het gewoon exit. Er was ook een jongen. Die voerde liquidaties uit voor de echte mokromafia. En die vroeg op een gegeven moment, wanneer krijg ik betaald? Vonden ze gedoe, hebben ze gewoon afgeschoten. Weet je, dus zo werkt het gewoon. Ja. En dat vond ik heel tragisch om die verhalen te lezen. Maar dat leek mij heel vet om in te bouwen in dat karakter. Dat je gewoon voelt, oh, hoe gevaarlijk, hoe aantastbaar je denkt dat je bent. Er is altijd weer iemand anders die jou gewoon keihard naar beneden trapt en afmaakt. Als er diegene uitkomt. Je hebt de baronnen die het wel perfectioneren tot op een bepaalde hoogte, tot ze daar helemaal kunnen ja, komen. Ja, maar waar eindigen ze uiteindelijk? Kijk maar naar Holleder. Die zit gewoon in een bankje en die zit in een stoeltje en die wordt in een gepantserde Mercedes van zijn gevangeniskamer naar de rechtbank gereden en weer terug. Dat is je leven. Voor wat heb je het allemaal gedaan om uiteindelijk daar te eindigen? En voor deze gasten, ik kan niet meer terug. Ik kan niet meer terug. Ik kan nu niet opeens gaan zeggen van, hey, het is toch niet echt heel aardig dat we die jongens in stukken snijden. Want dan word je ook afgemaakt. Dus je kan niet, je zit gevangen. Al die gasten zitten gevangen. Is Ahmed naar jou toegekomen om deze rol te spelen? Of heb je hiervoor geauditeerd? Nee, Ahmed en ik zijn al heel lang goede vrienden. En ik ben vanaf het begin bij geweest dat dit gemaakt ging worden. Ja. En toen heb ik gezegd van, lijkt me fucking vet om een rol in te spelen. En toen zei hij, ja, tuurlijk, als jij het vet vindt om hier in te spelen, dan gaan we dat regelen. En zo is het eigenlijk een beetje geboren. Maar dat was echt nog ver voordat het gemaakt werd. Een jaar later belde hij me op en zei van, hey, we gaan het echt maken. Wil je nog steeds? Toen zei ik, ja, natuurlijk. En toen ben ik gaan nadenken en gaan lezen wat er geschreven was. En ik schrijf altijd, als ik een rol speel, schrijf ik een heel verhaal zelf. Eigenlijk vanaf de geboorte van het karakter tot waar je bij het karakter terechtkomt in de film of serie. Tot dat punt verzin ik gewoon een hele geschiedenis. Ik wilde heel graag onderzoek doen, hoe komt iemand uit bij hoe die is geworden. Dus op het moment dat jij Videoland aflevering 1 kijkt, zie je een karakter en ik verzin daar vooraf, hoe is die jongen geworden zoals je hem ziet. Ja. En nou, hij schuwt geen geweld, dus ik dacht, hij heeft een trauma. Er is iets gebeurd met hem. En toen heb ik bedacht dat hij uit een gezin komt waar seksueel misbruik plaatsvond. Yeah. En dat hij zelf op een bepaalde leeftijd dat gestopt heeft door geweld. En dat het toen met hem bergafwaarts ging en dat hij toen eigenlijk veroordeeld werd aan geweld. Dat het enige was wat hem kon beschermen, waardoor hij niet meer onder de indruk ervan is. En hij maakte ook dingen mee in zijn leven. Je hebt sommige mensen die pakken net de juiste treden. Die maken iets verschrikkelijks mee en die kunnen er weer uitklimmen omdat ze iemand tegenkomen die goed voor ze is. Maar je hebt ook mensen die alleen maar tredes naar beneden lopen. Omdat ze gewoon niet die handreiking krijgen. Nee. Dat vind ik overigens ook vet aan Mokromafia. Dat er gewoon kansen worden geboden aan jongeren en aan nieuwe acteurs die normaal die kans niet krijgen. Ik zei wel eens over Ahmed, van ik vind het super vet dat jij een podium hebt gecreëerd voor mensen die dat zelf krijgen.
Nou, deze jongen heeft dat podium niet gekregen, is niet de mensen tegengekomen die je zou willen ontmoeten om uit het dal te komen. En dat heb ik helemaal uitgepluist in de kleinste details. Ik heb bijvoorbeeld ook geschreven hoe ik aan mijn oog kom, omdat dat had ik zelf verzonnen. Maar er is wel een reden in zijn verleden waarom hij dat oog heeft gekregen. Omdat hij vroeger misschien met een waterfles herhaaldelijk geslagen werd door zijn vader. Het is een klein detail. Ja, ja. Maar voor mij maakt een karakter juist de kleinste details. Daarom zei ik ook van de manier waarop je een telefoon vasthoudt. Of waarop je soep eet. De manier waarop je zijn lepel vastmaakt. Dat maakt voor mij in een karakter waardoor je iemand gelooft of niet. Iedereen zal een andere voorbereiding of een werkwijze hebben. Maar dat werkt voor mij gewoon. Omdat ik gewoon heel erg hou van hyperrealistisch spelen. Ik ben ook wel eens boos geworden op een set, omdat ik speelde een andere rol van een advocaat en ik had altijd een aktentas met papieren op exact dezelfde volgorde, want ik was een paar keer naar een rechtbank geweest waar ik een advocaat zag die de hele tijd zijn papieren aan het ordenen was. Precies op de juiste positie lagen die papieren en zijn pennen en hij was aan het tikken met zijn voet onder zijn tafel en toen dacht ik, dat zijn dingen die ik vet vind. Ja. Ik trek dat dan uit een persoon. Toen was iemand op een gegeven moment die koffer kwijt en die zei tegen mij, ah nee, dan neem je toch even die. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Want dat heb ik bedacht. Dat is mijn koffer. En door de hele serie is die koffer aanwezig. En orden ik de pennen en papieren op exact dezelfde manier. Omdat ik denk dat dat iets zegt over mijn karakter. Dus ik kan niet nu zomaar die tas niet hebben. Ik weet nog wel dat wij soms aan het chillen waren. En dat je dan wel gewoon het dialect een beetje aan... Ja. Ik weet ook nog echt dat we dan gingen eten na een draaidag. En dat ik met een van de regisseurs in de auto zat. En dat ik echt aan het uitleggen was waar we naartoe moesten. Gewoon dat accent. Ik zei, je moet naar rechts. En toen zei hij van, je bent nu gewoon weer klaar, hè? En ik dacht van, oh ja. En ik vind acteren overigens ook, we moeten het ook niet... Het heeft soms wel eens een neiging om te zeggen, oh, ik voel helemaal mijn karakter. En ik neem het mee naar huis en ik zit er echt mee. En ik denk ook, het is ook gewoon een vak. Het is ook vet dat je dat kan worden. Ja. En dat je tijdens lunch gewoon weer Robert bent. En je ziet er wellicht anders uit in mijn huis naar achter. Het is ook gewoon, dat is ook je vak gewoon. Ja. Dus je moet het ook niet, je moet niet zo sentimenteel doen dat ik zeg, oh, ik voel me echt niet goed zeg. Ik heb hele nadige, moordlustige gevoelens, want ik speel Tata en ik... Nee. Ik weet van jou dat je het lezen over de onderwereld al interessant vindt, maar nu speel je dus daar een rol in. Ben je dan boeken gaan lezen? Ben je gaan verdiepen in bepaalde karakters in de onderwereld of personages die eigenlijk in zekere zin overeenkomen met Tata bijvoorbeeld? Nou goed, ik heb natuurlijk... Het is ook... Acteren is ook... Je fantasie in werking stellen. Dus ik kan nooit, ik ben niet die gasten, ik hang niet met die jongens. Ik ken ze niet, dus ik moet ook maar een soort van verbeelding maken van hoe het in mijn optiek zou zijn. Hoe ik daar zou fungeren in die wereld. Daarom heb ik ook voor gekozen om mijn uiterlijk heel drastisch te veranderen. Ja. Omdat ik dacht, dat is gewoon, je moet er naar kijken en dan denken, oh, dat is een naar iemand, vervelend. Ugh. Dat je er niet prettig bij voelt. Dat vond ik heel belangrijk. Maar ik ben ook wel 's nachts op pad geweest en naar plekken gegaan waar ze wel waren. Om gewoon te kijken en om gewoon die energie te voelen. Ja, ja. Ja, ik heb ook wel echt jongetjes gezien waarvan ik dacht, oh, jullie zijn echt nergens bang voor. Die waren dan met een grotere crimineel en die waren in het kielzog verkeerde die van een crimineel. En ik zag gewoon aan hun dat ze alles voor hem deden. En toen dacht ik, ja, hoe kan je dat nou spelen? Die energie, het beangstigde me ook toen. Toen dacht ik, ja, dat kan je niet spelen. Dat ben je. Ja. Ik hou heel erg van het leven. Er hangt voor mij heel veel af. Ik kijk uit als ik door rood fiets, want ik denk, ik wil niet worden... Maar ik ben het dus niet, snap je? Ik kan niet, maar ik kan het wel spelen. En in mijn fantasie kan ik wel... Ik ga dan kijken naar hoe houdt die jongen zijn telefoon vast? Hoe staat die jongen? Hoe kijkt hij? Kijkt hij veel heen en weer? Of kijkt hij gewoon... Die gasten die knipperen niet, die keken mij recht aan. Toen dacht ik, oké, dat vind ik vet. Ja, dat is ook vet. Dan ga ik gewoon alleen maar kijken en niet knipperen. En de houding. Stevig staan, niet onder de indruk. Oké, dat ga ik dan ook. Maar dat de blik die hij had, ga ik niet... Want dat ben ik niet. Je kan niks, er is geen mogelijkheid dat er iets verklapt kan worden. Nou, ik kan niet te veel over Mokromafia seizoen 3 zeggen, omdat ik ook denk dat het leuk is om gewoon te gaan kijken.
Tuurlijk. Maar ik denk wel dat we gewoon steeds meer gaan laten zien dat de mensen waarvan je denkt dat ze heel stevig in het zadel zitten, dat die posities steeds meer gaan wankelen. En dat sommige mensen zulke heftige stappen ondernemen, waardoor er dingen helemaal op zijn kop komen te zitten. Ja, ik denk dat seizoen 3 echt, dat mensen echt gaan schrikken van wat er gaat gebeuren met sommige mensen. Laten we dan naar de tweede scène gaan kijken. Ja. We gaan nu een tweede scène van jou bekijken die jij hebt uitgekozen uit de film Skin. En jij speelt hier een puber uit een arbeidswijk die eigenlijk onhandelbaar is. En zijn thuissituatie is niet meer houdbaar. Hij vindt eigenlijk een beetje zijn toevlucht bij nazi's. En vanaf daar gaat het bergafwaarts. Het is echt een hele vette scène. Ik wil hem eerst bekijken en dan wil ik erover praten. Ja. Sorry. Ik kom alleen even wat halen en dan ben ik weer weg. Dank je. Wat is er met hem aan de hand? Is hij weer op kamp of heeft hij een beroerte gehad? Dank je. Ga even zitten. Wat? Frankie, je moeder is overleden. Is het zo, papa? Is mama overleden? Ik vraag iemand, papa. Kan je vertellen waarom je deze scène in die film hebt gekozen? Nou, ik was hier super jong en heel erg onervaren. Ik ging een televisiefilm maken, dat heette destijds Telefilm. Ik wist niet eens wat Telefilm was, ik moest dat opzoeken. Ik zeg, wat de fuck is Telefilm? En ik was een beetje in de mood van hem, van dit karakter. En toen ging ik werken met Hanro Smitsman, waar ik een fantastische klik mee had. En die heeft mij zo gestuurd en die heeft zo mijn talent of kracht op dat moment gezien, dat hij mij gekneed heeft tot wat uiteindelijk de film is geworden en de rol die ik heb kunnen spelen. Maar dat overkwam eigenlijk veel meer dan dat ik bewust wist wat ik deed. Ik durf nu pas een beetje te zeggen dat ik nu controle heb over wat ik kan doen als acteur. Terwijl ik ook nog denk, er ontbreekt nog superveel. Maar daar had ik letterlijk niks. Als ik te horen krijg dat mijn moeder overleden is. Ik heb dat nooit meegemaakt. Maar ik kan het wel spelen. Ja. Maar ik kan dat niet voelen, want ik weet niet hoe dat voelt. Ja, maar dan gebruik je geen, je gebruikt daar geen soort ezelsbruggetje bijna voor om daar te komen. Ik bedoel, wat je net zegt, jouw moeder is niet overleden in het echt. Dus hoe... Nou, Ivo van Hoven heeft ooit tegen mij gezegd,
Ik heb 7 jaar met hem gewerkt en op een gegeven moment was mijn tijd daar om een keer echt een grote rol te spelen. En dat was een jongen die gewoon superveel op zich afkreeg en voor iedereen moest zorgen, maar niet voor zichzelf kon zorgen. Hij was niet in staat om voor zichzelf te zorgen. En op een gegeven moment had ik het idee dat ik moest huilen in de scène. En dat ging de hele tijd proberen en dan ging ik heel dramatisch met mijn stem zo. Die man wel. En toen zei hij op een gegeven moment, ja, maar je maakt een denkfout. Jij moet niet huilen, jij moet niet verdrietig zijn, maar de mensen in de zaal moeten dat worden van jou. Je hebt er niks aan om zo verdrietig mogelijk te worden. Dat is niet interessant om naar te kijken. Nee. Maar het gaat erom wat je bij de kijker teweeg brengt. Als die huilen, je hoeft geen tranen te zien daarvoor. Je hoeft niet, als je dat voelt en in het moment, en er zijn zoveel factoren die samenkomen. De manier waarop het gemonteerd wordt, de muziek, snap je? Je hoeft niet daar te gaan helemaal ervaren van hoe zou ik reageren als mijn moeder zou overlijden. Weet ik niet, misschien ga ik wel lachen uit ongemak. Weet ik veel. Ja. Ja, dat weet je niet. Ik weet het niet. Gelukkig weet ik het nog niet. Ieder mens reageert er anders op. Maar het gaat erover dat je het overbrengt, in mijn optiek, dat de mensen thuis iets voelen erbij. En deze scène is voor mij een goed voorbeeld in waar we het net over hadden. Je moet het niet zelf voelen, maar de kijker moet het voelen. We hadden deze scène al fucking vaak opgenomen en ik kon maar niet huilen. Het lukte gewoon niet. Er gebeurde gewoon niks bij me. Ik zat alleen maar zo te kijken. Ja. En het was aan het einde van de dag. We waren al een uur over tijd. Iedereen wilde naar huis. En het lukte gewoon niet. En Hanro die zei, weet je, doe maar gewoon 10 push-ups. En ik weet nog dat hij op mijn rug kwam zitten. En ik push-ups doen. En hij zei van, als je klaar bent zo meteen loop je meteen naar binnen. Meteen actie. Laatste keer daarna stoppen. En ik dacht echt, oh kut, ik kan die mensen niet teleurstellen. Nee, het moet gewoon komen. Het was zo'n heftige scène. En ik kon gewoon, ik had niet de ervaring als acteur. Ik dacht toen nog, ik zat de hele tijd in mijn hoofd af te spelen van, oh, mama is dood. Maar dat zat ik gewoon bij mezelf de hele tijd te doen. Ja. Maar dat werkte niet. Dan ga je op slot, weet jij veel. Je weet niet hoe je gaat reageren. Nee. Nou, push-ups gedaan. En ik loop die kamer binnen. En dat verdriet gebeurde gewoon. Ik was rustig aan het ademen en ik was daar, ik weet nog heel goed, ik zat in die kamer en het was even alsof dat echt was. En ik hoor hem dat zo zeggen, je moeder is overleden en ik zie John Buisman daar zitten die mijn vader speelt en die zit zo voor zich uit te staren en te huilen. En ik brak gewoon uit het niets. En toen kwam die bloedneus. En ik weet nog dat ik dacht, fucking hell, huil ik eindelijk, komt die krijg ik een fucking bloedneus. Ik dacht alleen maar, oh wat kut, ik heb het opgefukt. Ik heb het helemaal opgefukt, die bloedneus. En ik zag een theedoek op tafel en ik begon te deppen. Maar ik bleef gek genoeg wel doorspelen. Het is allemaal uitgehaald in geluid, maar de regisseur zegt nog van, zeg maar papa, is mama overleden? Die was mij de hele tijd die zin aan het voeden, omdat ik gewoon helemaal overmand was door alles wat er gebeurde, dat ik dat vergat. Jezus, wat er allemaal bij komt kijken op die leeftijd. Nou ja, en toen, na afloop, kwam hij echt met een fucking smaal van oor tot oor naar me toe. En die zei van, ja, sick. En zei ik, ja, was het niet kut dat ik bloed en zat? Zeg ik, begon niet te lachen. Zei ik, nee. En ja, die film is mij overkomen en het is een kickstart geweest voor mij. En als ik er nu naar kijk, ik heb het lang niet gezien, zie ik eigenlijk hoe, zonder dat ik ga zeggen over mezelf, wat ben ik een goede acteur, maar ik zie hoe goed het is, omdat ik heel onbevangen ben. Ja, het is echt heel goed. Ja, ik heb geen gedachtes of verdere dingen van wat, ik ben gewoon daar op dat moment. En dat ben ik heel lang op zoek geweest om dat weer terug te krijgen. Want dat kan niet. Dat is ook de kracht van het jonge gastje in Mokromaf. Ja. Precies wat je zegt, dat ruwe, dat onbevangen nog. Ja. Wat je hier ook doet, dat je dan dat lachje en zo. Dat is eigenlijk, het komt eigenlijk voort uit dat je gewoon nog niet weet hoe het moet. Maar ja, dat is eigenlijk wat je gevoel zegt. Dus ja, dan reageer je zo. Ja. En dat maakt het werkt perfect in deze film. Het is echt. Maar dat is ook de essentie wat mij betreft van acteren in film vooral. Je kan heel erg je best doen om een bepaalde manier over te komen. Je moet altijd je goed voorbereiden, maar er komt zoveel meer bij kijken. Ik weet 100% zeker dat Hanro uren in de montage heeft gezeten, omdat waarschijnlijk 90% van wat ik deed niet goed was. Ja. Omdat ik gewoon niet wist wat ik aan het doen was, of dan was het helemaal de bocht uit. Dus je wordt ook gemaakt.
in de edit, met sound design, met muziek op het juiste moment, die piano. Mm-hmm. Die scène dat wij buiten lopen, zodat ik zonder shirt op straat loop. Dat was echt dat hij dacht van, oh fuck, misschien moeten we zoiets nu draaien. Aan het einde van de draaidag gewoon twee keer gedaan, heen en weer. Yeah. Van dan hebben we het misschien. En uiteindelijk werkt het supergoed na die scène en is het nog verdrietiger en echter. Dus het heeft me heel veel geleerd over acteurschap of zoiets. En ik ben hier heel trots op, maar ik zeg ook altijd van, het is me ook overkomen. En ik had gewoon de juiste mensen bij elkaar op het juiste moment. Ik zat precies in de juiste fase, waardoor alles bij elkaar kwam. Waardoor dit, ja, ik vind het heel ontroerend om nu naar te kijken, omdat ik mezelf ook niet echt terug herken. En dan denk ik van, ja, dat is gewoon super vet. En dat is ook het moeilijke aan acteren. Want je zit in een fase waar je nog niks weet, waardoor je heel erg oprecht en echt bent. En vervolgens word je heel erg beïnvloed met allemaal dingen. Daarom ben ik ook niet een mega fan van toneelschool in dat opzicht. Dat ze je heel veel dingen gaan leren hoe het zou moeten zijn. Ja. En je moet altijd bij je eigen ziel blijven en bij je eigen gevoel. En onbevangen proberen te blijven. Want ik heb nooit meer zo goed gespeeld. Nee? Nee. En ik denk dat ik steeds beter word naarmate de jaren vorderen, omdat ik steeds meer vertrouwen krijg, steeds meer kan loslaten en steeds meer durf te zijn in het moment. Dat is een beetje zo, je moet in het moment zijn, bla bla. Maar dat is wel een beetje hoe het werkt. Maar dat is super moeilijk. Als ik hier had geweten wat ik allemaal moest doen en als ik allemaal technieken had, was het niet zo vet geworden. Dus als we even terugkomen op dat je eigenlijk hier je spel het best vond omdat je gewoon nog zo onbevangen was. En eigenlijk in zekere zin niet over alles 5 keer nadacht, om het makkelijk te zeggen eigenlijk. Dat je gewoon nog dacht van oké, nou dit is hoe ik het ga doen. Ik geloofde toen niet in mezelf. Dat was ook mijn ik was gewoon onzeker. Of ik had gewoon het gevoel sowieso, ik werd wel gepest op school en zo. Dus ik had een beetje het gevoel dat ik er niet echt mocht zijn of dat ik te veel was of dat er... En acteren was voor mij sowieso door mijn jeugd heen al een soort van uitlaatklep. En ik vond het gewoon heel tof dat ik had moeilijk op school en zo. En dit was gewoon voor mij een soort van way out. Zo voelt het een beetje van. Ik ging naar Amsterdam en er waren allemaal mensen die mij blijkbaar heel getalenteerd vonden, want ik had die rol gekregen. Het was voor mij een soort van bevestiging van ik doe ertoe ofzo, of ik mag er zijn. Maar filmtechnisch of acteertechnisch had ik echt geen fucking idee, man. Ik heb echt ook gewoon... Ik weet niet eens wat ik heb gedaan als voorbereiding. Ik weet nog dat ik van Hanro wat liedjes moest luisteren en dat ik heb een film samen met hem gekeken en hij heeft mij gewoon echt geregisseerd en geholpen gewoon. Hoe ben je bij die auditie gekomen dan? Via het internet. Ik zag gewoon een oproep op internet. Maar dat is ook deze film, die rol, is wederom een jongen die een misstap maakt en niet meer de traptreden omhoog vindt, maar alleen maar dieper naar beneden klimt. Maar dat heb ik nooit zo op die manier ervaren. Dat was veel meer, maar dat was ook de kracht van mij, denk ik. Veel meer van moment naar moment spelen. Gewoon aankomen en iemand zei, oké, dit gaan we doen. En Hanro zei, je komt hier vandaan en je bent boos en dit is net gebeurd. Dat wist ik helemaal niet. Nu heb ik daar een veel beter overzicht van, maar ook niet eens. Bij Mokromafia denk ik ook, ik speel gewoon van moment tot moment. Ja. En ik weet wel de lijn. En dan zegt de regisseur, hey, we komen net daar en daar vandaan. Dan denk ik, oh ja. Wat was het zwaarst aan dit personage? Nou, ik denk dat de algehele opnames gewoon heel zwaar waren. Dat ik het nog nooit had meegemaakt. Dat ik emoties moest spelen waar ik niet mee bekend was eigenlijk. Mm-hmm. Dus het was voor mij zwaar om over die drempel te stappen. Ik weet ook nog precies wanneer ik die drempel overging. Toen waren we aan het repeteren en toen moesten we een scène spelen waarin ik durfde gewoon mezelf niet kwetsbaar. Ik schaamde me gewoon. Ja. En toen zei Hanro tegen mij, waarom doe je het niet? En toen zei ik, ja, wil je nog een keer proberen of ik weet het niet. En toen zei hij, weet je, we gaan over 3 weken draaien. Dit lukt gewoon niet. Ik ga denk ik iemand anders zoeken, want het lukt gewoon niet met je. En toen gebeurde er iets in mij. Toen dacht ik, dit is mij te vaak in mijn leven gebeurd. Dat ik ergens niet goed voor werd bevonden. Zei hij dat tegen jou? Ja. En toen zat ik in dat repetitielokaal en toen dacht ik, en dit gaat me godverdomme niet nog een keer gebeuren. Inderdaad, ja. En toen keek hij mij aan. En ik stond daar zo, met tranen in mijn ogen. En toen zei hij, wat gebeurt er nu? En toen zei ik, nog een keer die scène spelen. En toen ging ik spelen en toen zei hij,
nu gaan we dat doen. Ik krijg er helemaal warm van. Ja, en dat was natuurlijk best wel een groot risico. Want ik had ook gewoon kunnen zeggen, ik krijg tyfus, mafkees. Maar zo iemand ben ik helemaal niet. Nee. Maar toen, vanaf dat moment, was ik ook nergens meer bang voor. En dat betekent niet dat alles me meteen lukte, zeker niet. Maar daar ging ik wel de schaamte voorbij. En ik voelde me toen ook vertrouwd. Ik durfde daar ook... Ze moesten me in mijn blote gat door een gang slepen en zo. En dat boeide me gewoon niet. Daar was ik ook niet onzeker over. Nee. Dat is een heel raar moment. Maar daar is mij gewoon geleerd van schaamte is dat... Dat kan je gewoon uitzetten. Dat kan je gewoon uitzetten. En dat hoeft niet en je hoeft je niet te schamen. En je kan gewoon kwetsbaar zijn. Want ik durfde maar niet kwetsbaar te zijn, omdat dat me was afgeleerd. Ah, eigenlijk wil ik alleen nog vragen. Je bent wel wakker geworden met een kalf en een Emmy-nominatie. Ga je dan lekker? Of? Ja, dan ga je wel lekker, ja. Dat was steeg meteen... het een beetje naar je bol ook. Ja, het steeg zeker naar mijn bol. Zeker. Kan ik ook wel echt begrijpen bij jou. Ja, man. Ik zat op de toneelschool. Eerste week toneelschool won ik een kalf. Moest ik eerder weg uit de les. Waar ga je naartoe? Jij bent genomineerd voor Gouden Kalf. Groeten. Volgens die Emmy. Ik dacht gewoon van, oké, ik ben helemaal de shit. En het is ook uiteindelijk goed geweest. Want ik ben erachter gekomen dat dat niet zo was. En dat je nederig moet blijven en bescheiden moet blijven. En dat je best trots mag zijn op je succes en op de dingen die je behaalt. Maar dat het ook een momentopname is. En een prijs winnen is in die end echt niet belangrijk. Het is hartstikke leuk, het is een super eervol iets, maar uiteindelijk gaat het niet over, we doen het niet voor de prijs of zo. Nee, tuurlijk niet, maar als je 17 bent, je pakt even een Emmy-nominatie. Tuurlijk, je denkt gewoon, I'm on top of the world. Maar ik ben er daarna wel hard achter gekomen dat dat echt niet het geval was. Ja, heeft het ook invloed gehad op het succes? Tuurlijk, want als jonge jongen overkomt het je en... Ja, je gaat op een bepaalde manier om. Het is ook logisch dat ik me zo ging gedragen, denk ik. Want als iedereen zegt hoe te gek je bent, bedoel, dan ga je ook even daarin mee. En het heeft me veel... Ik heb op een gegeven moment beseft dat dat gewoon een momentopname is. En vervolgens gaat het erom, wat ga je doen met hetgeen waar je blijkbaar goed in bent? Ga je dat ontwikkelen? Ga je daar tijd en goede positieve energie in steken? Want als acteur zijn is het ook... Ik speelde dit, was super onbevangen. Maar nogmaals, daarna heb ik nooit meer zo goed gespeeld. Dus het is een illusie dat je denkt dat je vanaf dat moment gewoon alles kan doen wat je wil. En dat alles wat je aanraakt in goud verandert. Ja. Je zou keihard moeten werken om bij te blijven. Want er zijn nog 100 anderen die minstens net zo goed zijn. Ja. En plus, je moet gewoon rijpen en jezelf de ontwikkeling gunnen. En daarom ben ik naar het toneel op Amsterdam gegaan. Ik dacht, ik moet leren. Ik moet discipline hebben. Ik moet naar... grote acteurs kijken. En dat heeft me zoveel geholpen. En als ik dat niet had gedaan, dan had ik waarschijnlijk nu niet meer zoveel geacteerd. Ik wil het hierop gaan eindigen, want ik vind dit... Je hebt dit heel mooi gezegd. Dan wil ik je bedanken voor je tijd. Ik heb een topgesprek met je gehad. Ik dank je als gast en als vriend. Jij bedankt. Leuk om hier te zijn. Dank jullie wel voor het kijken naar het interview met Robert de Hoog. Wil je ons nou in de gaten houden, dan check onze Instagram-pagina en ons YouTube-kanaal. Want volgende week zit ik met een hele speciale gast, Suzanne Radder. Die heeft net een hoofdrol gespeeld in De Slag om de Schelde. Een van Nederlands grootste films ooit. Dus wil je daar nou meer van weten of meer van zien? Wij gaan erover praten volgende week.